FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Waterland Accountants. Goedenavond allemaal. De nabeschouwing van de wedstrijd FC Volendam Helmond Sport staat op punt van beginnen. Naast mij beide trainers en die mogen vertellen over de 2-1 overwinning van FC Volendam. Wil Boesje mag de aftrap nemen. Dankjewel. De ploeg weer goed voorbereid met vertrouwen, omdat we de laatste thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Onszelf niet beloond hebben om de wedstrijd te winnen met de kansen die we gecreëerd hebben. En dat hetzelfde verhaal was vandaag ook. Ik vond, we lieten ook Volendam met initiatief, dat was de bedoeling. We hebben dat uitstekend verdedigend op eigen helft hebben dat neergezet. En zo hopen we dat ze zo min mogelijke ruimte kregen met de snelle mensen voorin. Daar hebben we 2-3 uitstekende omschakelmomenten gecreëerd. Niet beloond. En ik denk dat Volendam weinig kans hebben laten creëren. Op dat ene moment vlak in de 44e minuut, dat schot wat Stijn uit de kruising haalt. Dus je gaat weer met vertrouwen ga je de rust in. En dan hoop je dat je hetzelfde kan brengen. Dus niet. Meteen na 1 minuut hing die meteen erin, omdat ik een druk op de 16 was. Wat we in de eerste helft wel goed deden. En daarna raak ik een beetje de kluts kwijt. Want dan gaan we dingen doen die we absoluut niet afgesproken hebben. Dan gaan we in één keer hoge druk zetten. Volendam, Wim had wat veranderd. Had met Visser gewisseld van positie. En uiteindelijk ook met een linksback meer naar binnen laten spelen op middenveld. Dat was even zoeken. En dan moet je zeker niet met de linies ver uit elkaar spelen, want dan krijg je geen grip. Zeker als je even in de organisatie even niet goed staat. Er komt 1-0. Daarna pakken we wel weer de draad op, omdat wij ook wat moeten veranderen in de posities. En dan is het weer Volendam wat initiatief heeft, maar dat was helemaal niet erg. Dat was ook de bedoeling. En wij daar een paar keer niet zo goed uitkomen als in de eerste helft. Want ook Volendam had daar zijn zijn pijl opgezet om dat goed te organiseren in de restverdediging. En dan is het zuur dat je door een eigen goal eigenlijk bijna in een kansloze positie komt op 2-0. En dan hoop je dat je eigenlijk zo snel mogelijk nog een goal kan maken, maar die valt gewoon veel te laat. En dan kun je bijna niks meer doen. Alles bij elkaar, verdiende overwinningen van Volendam. Ik denk dat ze een uitstekende ploeg hebben in balbezit. En dat wij in de omschakelmomenten te weinig geprofiteerd hebben van de ruimte die er lagen. En daardoor hebben we de wedstrijd verloren. Heel simpel. Dankjewel. Jij ook bedankt. Wim Jonk mag het woord nemen. Nou ja, wat Wil ook zegt. Ik denk de eerste helft dat we best moeite hadden om... We wisten wel dat dit ongeveer het beeld zou zijn van de wedstrijd. Dat we ook ons aardig op voorbereid. Ja, dan moet je een hoog baltempo hebben en dan moet je veel diepte hebben in je spel en veel beweging om die chaos te creëren. Want ja, daar ligt ook een beetje de zwakte van deze tegenstander. Nou, dat hebben we nu eerst zelf zeker niet voor elkaar gekregen. En dat is ook de verdienste van Helmond Sport. Ja, dan krijg je wel wat kleine kansen, maar we zaten niet rustig op de bank. Dus ons spel was gewoon te slordig en eigenlijk gewoon te langzaam. Terwijl je denk ik wel 70% balbezit hebt. Maar ja, daar doe je dan gewoon veel te weinig mee. Ik vind rust ook wel wat van gezegd bij als staf, omdat je toch ja, gewoon meer moet brengen. Meer voorwaardelijke loopacties maken om een tegenstander uit positie te krijgen. Nou, dat lukte de tweede helft wat beter, waardoor je ook 5-6 goede kansen krijgt. En dan had de score wel wat hoger mogen zijn. Dus ik vond wel dat we de tweede helft zeker goed gespeeld hebben. Omdat daar juist wel het baltempo iets hoger lag. En dat we wel in de midden juist de mensen vrij konden krijgen die dan het verschil kunnen maken. En dat we dan toch wat slordig waren in de afronding, ja, dat is spijtig. Dat is spijtig, want ik denk dat we 4-5 uitstekende kansen hebben gehad waar je ja, makkelijker tot 2-0 had gekomen. Maar we zaten niet rustig vanaf 1-0. Voelde je toch van, nou ja, Helmond met die lange ballen naar voren, kan het een keer verkeerd vallen. Dus het was geen makkelijke wedstrijd voor ons. En dat wisten we ook vooraf. En want de tegenstander staat natuurlijk laag, maar dat betekent niet dat een walkover wordt. Zover zijn we helemaal niet. Dus we hebben nog zeker wat stappen te maken. Willen we dit soort tegenstanders ook, die het goed georganiseerd hebben, beter weerstand te bieden. Maar ja, wel, ik denk wel overal verdiend gewonnen.
Maar het was een moeilijke bevalling. Absoluut. En ook Wim, dankjewel. En deze wedstrijd werd gezien door 3929 toeschouwers. Die maandag daarna gaat FC Volendam op bezoek bij Jong AZ. We hebben het over 10 februari. Vrijdag 14 februari komt Telstar hier op bezoek in het Krasstadion. Allemaal bedankt voor jullie aandacht en een goed weekend.